Wat nou als we afspreken met de kijkers, als deze video, deze vlog, 30.000 likes haalt, koop ik voor jou een nieuwe auto. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik ben hier samen met Myron. Oh, ik heb lekker geslapen, ongelooflijk. We zijn de hele tijd onderweg geweest. Of na tenminste, we hebben veel kilometers gemaakt. Omdat we naar Limburg gingen, naar het zuiden van Nederland. Dus ik werd vanochtend wakker en Marion heeft ondertussen even gedoucht. Mm-hmm. Maar dat vind ik alleen maar fijn dat ik nog even lekker in de ochtend verder kan slapen. Dat ik dan af en toe wel die douche even een beetje hoor op de achtergrond. Zo ontzettend lekker. Heerlijk uitgeslapen, het is 9:30. En we gaan vandaag Daniel aanmoedigen. Die gaat meedoen met het powerlifting wedstrijd. En dat is in Nijmegen. Dus we gaan straks weer even wat kilometers maken. Maar deze keer valt mee, het is een uur en 5 minuten. Te rijden, dus het is nog te doen. En het is mooi weer. Precies, daarom. Dus het is wel lekker om even onderweg te zijn. Hè? Ja, kunnen we mooi met cabrio gaan. Kan ook, ja. Ja, voor. Wat zeg je? Oh, sorry, ja, ik zei wil je hand voor mijn mond doen. Oh. Jij hebt mijn hand vast en ik ben hier aan het filmen. Anders is het zo aas als ik de hele tijd zo gaap zonder mijn hand voor mijn mond. Ik denk dat de editor wel iets voorgeplakt heeft. Oké, bedankt. Zo'n handje. Oké, goed. We gaan eens even lekker ontbijten. We hebben een heerlijk ontbijtje gehad. 2 broodjes chocopasta. Dat gaat er altijd in. En Marion die heeft even een lekker broodje kaas. En ik heb een lekker cappuccino. En een lekker sappie. Proost, schatje. Moet je eigenlijk ook drinken. Ja, moet je eigenlijk ook drinken. Ja. Oké, we zijn even een potje clever aan het doen. Marion is hier wel goed in. En daarom heeft ze ook gewonnen. Gefeliciteerd, schat. Dank u wel. Eeuw, dat is echt vies. Je had helemaal een koffietong ook. Zo so nice, maar ja! Ze zitten op de motor achter ons, allebei super dikke motor. 1 jongen, 1 meisje. Zo so cool! Nice! Heel dik. Ja, hoe cool, dat lange haar ook en zo. Echt super vet. Ook mooie motor hoor. Zeker. We gaan er even lekker vandoor, we hebben het dakje open. Want ja, nu het nog mooi weer is, gaan we daar gewoon gebruik van maken. We gaan naar Nijmegen, heel erg veel zin in. Het is dus een uurtje rijden. En deze twee die hebben het ook mooi bekeken in het weekend op de zaterdag. Gewoon lekker motor rijden. Die meid trekt hem gewoon eruit hoor. Nou, dat kunnen wij ook nog doen later als we willen. Ja. Later vandaag of morgen motorrijden. Super nice. We zijn er en ik ben zo super hyped voor Daniel. Ik heb hem nog gesproken eergisteren, gisteren, vandaag. Hij is zo ontzettend hyped ook en hij heeft goed uitgerust. Hij heeft nog een lekkere training gehad afgelopen week. En ja, voor de mensen die niet helemaal weten wat er nu gaat plaatsvinden. Het wordt allemaal duidelijk, het komt goed. Het is ook niet mijn wereldje. Daniel is er ingedoken. Hij heeft een goal voor zichzelf gezet. Hij dacht ik ga 6 maanden trainen en dan ga ik powerliften. Ga ik meedoen aan de wedstrijd en dan ga ik kijken of er iets gaat lukken. Dus ik ben benieuwd. Hij heeft sowieso al hele mooie goals voor zichzelf gezet en behaald. Hij heeft ook echt zieke kilo's al de lucht in gekregen. Dus ik ben super trots op Daniel. En ik vind dat je als vriend dan wel eventjes moet aanmoedigen en moet supporten, no matter what. Yes. Dus hier zijn we. Ja. We hebben de camera mee. We gaan ook open, sorry schat. Oeh, dat was precies. Met dat batterijtje op je telefoonbordje, sorry. Wie heb ik aan de lijn? We gaan ook even wat beelden schieten voor Daniel. Want hij is een docu daarover aan het maken. Dus dat, ik zal wel laten weten aan jullie als die online is. Maar ik zie al hele sterke mensen hier rondlopen. Yep. Ongelooflijk. Brede, gespierde mannen en vrouwen. Goed, we gaan ons even melden. Gaan we even kijken. Kom op, man. Hé, hey, daar is hij. Kom hoor. Kijk hoe chatje hij eruit ziet. Lekker, man. Lekker, bro. Ja. Ik heb er zin in, man. Lekker. Ik heb er zin in, jongen. Gaan we knallen. Let's go. Ben je hype? Tuurlijk. Ja? Nu helemaal. Oké, nice. Gast, ik liet het net zien. Oh, lekker. Plus 5 man. Kilo. Plus 5 kilo. Plus 5 kilo. Wacht. Oké, okay, oh. Plus 5 kilo. 15 kilo extra. Nou, we zitten met een aantal supporters op de tribune daar. Als je straks een ratel ding hoort, dan ben ik dat. En als je straks iemand met een holle bewoner bed of zo hoort slaan, dan is je neef dat. Oké, okay, nice. Ja. Oh, je hebt mijn neef al even ontmoet. Ja, ja.
ja. Zo, dat is ook een beest. Ja, hij is wakker. 130 kilo breed. Ja, dat is een monster. Maar hij zei dat jij meer liftte. Met squat en deadlift wel, ja. Wow. Oh, dames en heren, dit wordt zo sick. Ik ben zo benieuwd. Ik ben hier nog nooit geweest, maar het is hier warm. Ik ruik naar zweet. Als mensen naar de wc gaan. Gast, ik was file, hè. Ik mag maximaal 83 wegen. Ja. Ik woog vanochtend 82 en ik had niet gegeten, niet ontbeten en niet gescheten. Ongelooflijk. Maar ik wil ook even jouw trainer even een praatje maken. Wereldkampioen. En zo. Gefeliciteerd. Oh my god, deze guy heeft gewoon een paar wereldrecords als zijn naam staat. Niet normaal, ik heb het gezien, man. Echt niet normaal, gast. Wat vind je van Paulus? Ja, de eerste keer dat ik het zie, ik kom binnen en ik denk echt van wow, wat een wereld dit, joh. Wat een wereld. Ja, ja, ik ben dat nog nooit geweest en het is echt wel vet om mee te maken. Check eens eventjes. Daniel Weijers. Yes. Ja, nice, man. Ik ben benieuwd. Maar Daniel, vertrouwen in? 100%. 100%. Dat is een toffe wedstrijd. Goede voorbereiding gehad. Oké. Dus nu alleen nog één ding doen om het laten zien. Nice, hele goeie. Nice, ik ben benieuwd. Alec, hij is er ook hoor. Hoe is het? Goed man, met jou? Nice man, goed te zien. Jij bent de doken voor Daniel aan het vastleggen. Ja, ik heb straf, dus dit maar doen. Ja, je moet de backpack op je rug en filmen. Ik heb van het hele avontuur, van een half jaar voorbereiden, maak ik 2 of 3 video's. Heel vet. Ja. Ja, ik had al gezegd tegen de kijkers, als het online komt laat ik het jullie weten. Ik ben echt benieuwd naar die doken. Echt vet man. Gast, je ziet er goed uit man. Je reed zo aan de pak. Ja, je ziet er echt goed uit. Ja? Ja man, serieus. Ik heb er vertrouwen in, bro. Ja? Ik ook. Ik ben helemaal kapot. Ja, ik zie het, ja. Maar je moet proberen wel rustig te blijven, hè. Ja, ja. En straks pas die hype. Nu even nog relax en dan... Maar het zijn gewoon allemaal kleine mannen die meedoen. 1, 2. Hoppa. Allemaal kleine mannen die meedoen. Ja, Jordi zegt dat ik te lang ben voor mijn klasse eigenlijk. Serieus? Ja, hij is wel. Echt? Ik zit in de gewichtklasse hoger. Hij is net zo lang als ik ben, maar hij zit in de gewichtklasse hoger. Ja, oké. Okay. Ja, ziek, ja. Hij weegt 95 kilo, hè, nu. Ja, ik had gezien, even kijken, je had 185 kilo gebenchpressed. En 300 kilo deadlift? Ja, en 288 gesproken. Wauw, damn. Ik heb gisteren 1 rep gedaan van 80 kilo bankdruk. Ja, het zijn andere getallen, maar hey, sick man. Leuk om te zien dit. Thanks. Wanneer zit jou hier? Ja, nou, ik denk niet zo snel eerlijk gezegd. Helemaal hier is gewoon echt. Ja, dit is even kijken, wat is dat weer? Magnesium. Hoezo doen we? Witte handen. Lekker man. Voor de grip. Ja. Oké, daar gaat Daniel. Echt vet om hem zo te zien hoor, serieus. Ze zijn daar nu alles aan het voorbereiden. En dan wordt de groepsklasse van Daniel, die wordt opgeroepen. En dan gaan ze erheen en dan gaan ze om de beurt gaan ze liften. En dan gaan we het meemaken. Ik ben benieuwd. Kijk, daar gaat Daniel. Oh, dat zag er zo smooth uit. Ja? Zo smooth. Ja man, serieus. Het is 100. Maar warming-up is belangrijk omdat je anders dan straks een blessure krijgt. Ja, en omdat de sprong anders te groot is. Want ik ga zo meteen als eerste lift. Wat ga je proberen eigenlijk? Eerste lift doen we safe, veilig. Doe 177,5. Oké. En ik hoop een record te breken vandaag voor mezelf. Ik heb 1,5 week geleden 192,5 gedaan. Wow. Ik probeer 195 tot 200. Gast, ongelooflijk. Wow. En dan benchpress. Begin ik met 97,5. Hoop ik boven de 110 te eindigen. En deadlift begin ik op 205 en hoop ik 230 plus. Wauw, ziek gast. Maar met alles een beetje veilig beginnen. Want het is heel belangrijk om je eerste lift te halen. Want dan zit je gelijk in die hype. Ja, precies. Ja, precies. Oké, komt goed. Zelf heb ik echt geen flauw idee hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Gelukkig heb ik dat uitgelegd gekregen, dus ik geef deze informatie eventjes aan jullie door. Wat je hier ziet is een scheidsrechter, die zit links. Je ziet hier een scheidsrechter in het midden en je ziet een scheidsrechter rechts. Nu is er ook iemand die omroept wat voor gewichten er op de stang moeten, zodat de mensen die elke keer het gewicht, en shout-out naar deze mensen trouwens, want dit is ook wel zwaar werk, die moeten de hele dag de gewichten erop zetten van de powerlifters. Dus als
er bijvoorbeeld 150 kilo op moet, 170, 200, 250, 300, de hele dag met die schijven heen en weer. En ik heb begrepen dat dit vrijwilligers zijn, ook de scheidsrechters zijn vrijwilligers, dus echt even een shout-out naar alle vrijwilligers die dit allemaal fixen voor deze sporters. Nu heeft deze mevrouw omgeroepen dat er een bepaald aantal gewicht op de stang moet en dan is de tijd voor de sporter, voor de powerlifter, om naar de stang te gaan en zijn oefening te doen. Nu geeft de scheidsrechter een teken wanneer je naar de stang toe kan gaan, wanneer je hem bijvoorbeeld omhoog doet en wanneer je de oefening moet uitvoeren en hij vertelt wanneer je de stang weer kan terugzetten, dus dat de oefening zeg maar klaar is. Deze aanwijzingen moet je goed opvolgen, want alleen als je de aanwijzingen goed opvolgt en de oefening goed uitvoert, dan wordt hij goedgekeurd. Dit gaat door middel van de telefoon die de scheidsrechter in zijn handen heeft. Als de scheidsrechter de oefening niet goed vindt, drukt hij op rood. Als hij hem wel goed vindt, drukt hij op wit. Als je twee witte rondjes hebt, betekent dat de oefening goed is. Het betekent dan wel dat één scheidsrechter hem niet goed genoeg vond, maar als je er twee hebt in het wit, ben je door. Je krijgt drie kansen om het gewicht neer te zetten wat je wil neerzetten. Zo kan je bijvoorbeeld beginnen met 170 kilo, wordt die goedgekeurd. Kan je de volgende bijvoorbeeld kiezen, ik doe 175, wordt die niet goedgekeurd. Dan doe je bijvoorbeeld daarna weer 175, wordt die wel goedgekeurd. Heb je in totaal drie keer de oefening gedaan en dan is 175 kilo je eindscore. Hier zien jullie het fanclubje van Daniel zitten. Dit is de neef van Daniel. Dit is de zus van Daniel. Dit is Francis, die kennen jullie vast nog wel ook van de vlogs. En dit is Myron. Jij gaat straks 200 kilo doen. Sowieso. 200 kilo, we gaan proberen. 200 kilo. Echt niet normaal. Nee, we gaan niet proberen, we gaan hem gewoon doen. Je gaat hem doen. Je zit er lekker in, maat. Gaat lekker. Hou nu die rust, straks die hype. Ja, ik heb Weet je wat geluid. Echt mooi is? Nou? Van iedereen hier zie je niemand rennen. Wie rent wel? Daniel. Van iedereen hier zie je niemand springen als hij het heeft gehaald. Daniel wel. Zo ken ik je, jongen. Lekker toch? Ja, is ook echt leuk. Ja, je zit er goed in, ja. Ja. Ja, je hebt die hard voor getraind, hè? Ja, half jaar. Niet één training geskipt, niet één training gemist. Niet normaal. Dedication. Ja. Je ziet er goed uit, maat. Dankjewel. Jij hebt dit. 200 kilo. Boom. Hey, we gaan schreeuwen alles straks. Ja, dit is echt ratelen, alles. Ja, dit is ja. Echt, 100%. Komt goed. We hebben dit. Let's go. Net niet. Jammer man, jammer. Maar
Bijna. Je zat er wel lekker in. Die vorige twee die je deed, die waren insane. Die waren het was nu een risico. Kijk, mijn record is 192,5. Ja. Dus 200 is best wel een jump. Ja, zeker. En we zaten zo van, oké, gaan we 195 doen? Die haal ik sowieso. Of gaan we gewoon bam, al in? Ja, ik vind het netjes hoor, dat je al in bent gegaan. En ja, dan is het gewoon risky. Maar ik ben trots op je, maat. Sowieso. Zo, daar zitten we dan, dames en heren. In de kantine. Zo ontzettend jammer. Ja, ik heb wat wit. Ja. Van het magnesium. Zo ontzettend jammer. En ik baalde echt van. Ik had Daniel zo gegund. Voor zijn 200 kilo. Maar ik ben wel super trots op hem. Hij heeft echt twee echt hele mooie gedaan. Dus dat is echt nice. Super chill dat ik een pasje heb. Dus dat ik absoluut naar achter kan lopen. Daniel kan aanmoedigen. Even die hype kan geven. Maar hij is sowieso blij met de aanmoediging die hij krijgt. Dus daar ligt het niet aan. We doen ons best. En Daniel die gaat straks nog twee onderdelen doen. Daniel heeft net het squatten gedaan. Hij gaat straks nog deadliften en benchpressen. Dus ik ben benieuwd. Maar wij gaan trouwens even smikkelen. Want ze verkopen hier broodje kroket. Nou, dan ben ik er als de kroket erbij, want dat vind ik heel lekker. Allebei even met mosterd. Marvin ook. Marvin eentje, ik twee. Lekker smikkelen. Kom op, Daniel! Kom op! Kom op, Daniel. Kom op. Oké, op dit moment maak ik weer heel eventjes gebruik van mijn perspas. Sta ik hier achter de schermen. Jordi, de coach van Daniel, die is even bezig met chalken. Even de rug even helemaal voor het grip hier, voor het bankje. Ja, ja. Insmeren. Nice. Je moet, met bankdrukken is heel belangrijk. Dat klinkt heel gek dat je je benen gebruikt. En hoe doe je dat? Er zijn een aantal regels. Je moet met je billen op het bankje blijven, dus je mag niet omhoog komen. Dat heb ik gezien, ja. Dat is heel belangrijk. Als je met je kont dit doet, poep, poep, ben je af. Ja. Je moet je borst aanraken en je moet wachten tot je commando go zet. Ja, press. Ja. En dan moet je hem bovenin vasthouden en dan wachten tot hij zegt rek. En dan pas mag hij terug. Ja, zeker. Dus er zijn een paar dingen waar je op moet letten. Je moet hem onder controle hebben, diep genoeg, kon niet van het bankje, weer omhoog. En je wil dus je benen gebruiken, heel hard drukken, dat je spanning op je hele lichaam hebt, want dan kan je benen pressen. En je hebt nu 95 gedaan, 100, dus 105. Ja, dit is de meest technische lift. Oké, focus, let's go. Zet hem op, hè. You got this, man, you got this. Oké, daar gaat Daniel, dames en heren. Ik ben zo hyped voor hem. Hij heeft net 95 kilo gebankdrukt. Hij heeft net 100 kilo gebankdrukt. En hij gaat nu voor de 105. Ja, wordt easy. Jij hebt dit, let's go. Ik heb hem al een keer eerder gedaan en toen ging hij makkelijk. Dus vandaag moet het ook makkelijk gaan. Let's go. Hij is helemaal ingepoederd, helemaal gechalkt en op zijn rug. Come on! Come on, Daniel! Let's go! Zien hoor, dames en heren. Echt sick. Heb gewoon 105 kilo gebankdrukt. Let's fucking go. Daniel die moet straks alleen nog deadliften. En die heeft wel verteld dat hij de knolpower sokken uit moet doen. Wel sick dat hij ze sowieso aan had. Met het bankdrukken en het squatten. Met een raket erop. Let's go. Aan het dak met een raket. Let's go, man. Hoeveel ga je straks deadliften? Ik begin met 205. En afhankelijk van hoe mijn dag gaat, ik kan echt heel veel deadliften. Mijn gymtop is 240 en dat ging makkelijk, gasten. Dat trekken, dat laatste in je wakeboarden. Ja. Ik heb anderhalf week spierpijn gehad in mijn oefening. Serieus, van het wakeboarden? Dus ik was helemaal kut met deadliften. Oh. Ik had niet te doen. Nee. Maar ik hoop vandaag 230 kilo of meer. Let's go, nice. Wij zijn trots op je, man. Ik vind het echt leuk dat je dat met elkaar. Tuurlijk. Nice. Zo, dat was het powerliften voor vandaag, dames en heren. We zijn hier aardig wat uurtjes geweest. Super leuk om Daniel zo te zien schitteren. Ik ben super trots op hem. Ik heb heel veel beelden voor hem gemaakt. Stuur ik allemaal naar hem toe voor zijn eigen video. We gaan er nu weer vandoor, maar het was nice. Nijmegen was relaxed. Ook al hebben we alleen maar de binnenkant van de sporthal gezien. Het was bloedje heet daar binnen. Dat wel, echt bloedje heet. In de auto is het nog heter hier. Ja, heel even de deur open laten. Zo. Dakje weer eraf. Met
zonnebrilletje op. Zonnebrilletje op. En ga met die banaan. Ga met die banaan inderdaad. Ik heb Marion eventjes thuis afgezet. En hier ben ik dan bij de oude woning, het appartement. Het staat op dit moment te koop. Misschien hebben jullie dat al ergens voorbij zien komen. Het kan zo zijn dat ik binnenkort hier niet meer kan komen omdat het dan verkocht is. Voor nu staat het nog te koop. En ik heb nog een paar laatste dingetjes in de schuur liggen. Dus ja, die wil ik er natuurlijk eventjes uithalen. En er zijn niet zo heel veel spulletjes meer. Daarom ben ik gewoon weer met de auto van Marion gegaan. Want ja, de zon schijnt nog steeds volop. Dus dat is wel eventjes lekker genieten. En laten we eens eventjes wat spulletjes eruit halen. Daar gaan we, dames en heren. Hoppakee. Laten we meteen rechtsaf gaan naar de studio. Waar eerst in ieder geval de studio altijd zat. En dit is wel gek om te zien hoor. Helemaal leeg. Wel heel erg netjes zo. Echt super netjes. Ik heb het nog nooit zo netjes gezien hier. Laten we ook eventjes naar de woonkamer gaan. Zo gek om hier doorheen te lopen. Wetende dat het te koop staat. Dat is echt wel gek hoor. Ook omdat hier nu, en dit is wel heel erg officieel, maar je ziet het, hangt zo'n bordje te koop op het raam. En hier hangt ook een bordje met te koop. En nu kan ik er dus gewoon nog komen. Misschien binnenkort niet meer. Dus op zich wel leuk om hier nog even te zijn zo. Zoveel herinneringen hier. Ongelooflijk. Wow, het is eigenlijk heel logisch dat ik altijd mezelf zie als ik hier op afloop. Omdat hier altijd de spiegel zat. Maar laten we even kijken naar de slaapkamer. Bed en alles hebben we hier wel gewoon laten staan. Maar goed, het staat er nog. Kastje hebben we ook verder laten staan. Logeerkamer hiernaast. Wow. Ja, dit was het rek van alle kleding. En dit ziet er ook gewoon super netjes uit. Hele grote mooie kast. Ik ga even naar de schuur. Ik ga even de laatste dingetjes meenemen. En dan denk ik dat ik hier nooit meer zou komen, eerlijk gezegd. Want ja, dan heb ik hier verder echt helemaal niks meer te zoeken. Zo super stom. Ik ben erachter gekomen dat hij serieus hier nog in het appartement lag. Ik heb geen idee hoe of wat dan ook. Misschien dat ik hem tijdens de verhuizing even opzij had gelegd. Van die doe ik als laatste helemaal voorzichtig of zo. Maar mijn 1 miljoen playbutton. Ik heb een nieuwe gekregen tijdens het 10 jaar jubileumfeest van YouTube. En de verjaardag van mij en Myron. En de housewarming party. Alles bijeen. Nog steeds, als je aan het feest terugdenkt. Bizar. Dat was zo ongelooflijk vet. Niet normaal. Maar ik heb een nieuwe 1 miljoen playbutton gekregen. En die is helemaal goud op de nieuwe manier zoals die nu wordt uitgereikt. Dus als je nu 1 miljoen abonnees had op YouTube, ziet hij er zo uit. Maar eerder, en die vind ik eigenlijk misschien wel vetter, ziet hij er zo uit. Nou, hij past echt nog maar net hier in de auto. Maar het is een zilveren met een gouden playbutton. En je logo komt er dan op te staan, tenminste het plaatje van je YouTube. En deze had ik serieus nog in het appartement liggen. Die stond bij het het wasmachinehok. Nou, daar hoort hij natuurlijk helemaal niet staan, want die moet gewoon een mooi plekje krijgen in mijn nieuwe studio. Dus heb ik hem nu eventjes in de auto geladen. Heb ik weer wat spulletjes meegenomen. En is de 1 miljoen playbutton gewoon weer netjes terechtgekomen. De andere 1 miljoen playbutton, ik heb er nu in totaal 3. Die staat bij opa en oma nog steeds op de toilet. Super nice. Ik zal aan opa wel even vragen of hij een foto wil sturen van de 1 miljoen playbutton op het toilet bij hun. Hier heb je hem. We gaan iets super lekkers eten. Marion die zegt dat dit makkelijk te maken is. Het is sowieso 1 mozzarella klomp in het midden. Met parma ham. En het zijn, is het niet gnocchi? Ja, gnocchi. En jij hebt van die groene bladeren erbij. Ja, lekker hè? Lekker hoor. En we hebben visite. Bas die is even langsgekomen. Ik heb dit nog nooit gegeten. Dit is zo lekker bro. Ja, ik ben benieuwd. Bas die kwam even voor iets ophalen. En die eet meteen even lekker mee. Ja, super nice. Bof komt. Echt hè? Oh, dit wordt zo lekker smikkelen. Oh my god! Ik vond het niet mooi. Ja, dat deed je echt super goed. Vertel. Ik kom in één keer achter iets. Wat dan? Mooi, joh, keihard dat je dat kan. Heb je zin om iets vets te doen? Want hier voor mijn huis is nieuw asfalt gelegd. Oh, ik weet ook iets vets nu. Maar ik weet niet of jij hetzelfde denkt als ik. Maar dat is spannend. Ik vind het altijd vet als andere mensen ook vette dingen hebben. Maar je kan niet op dat asfalt, want er zitten auto's op. Wait a minute! We hebben 2 nieuwe asfaltwegen. Voor het huis, op de weg. Wat heb jij in gedachten voor vet? Ik ga dat opzeggen in 3, 2, 1 en jij ook. En dan ben ik benieuwd. Au! Verdomme! Ik dacht dat jij het zou zeggen. Dit is niet normaal hoor, schat. Waarom doe je dat? Het zag er lekker uit. Dat zag er lekker uit. Kijk dan. Is dat kromp? Kijk dan, doe je het? Je hebt gewoon een kromme vinger, dat heeft echt. Ik heb gewoon een kromme vinger. Dit is recht? Ja, is dat wel zo? Oh ja, oké. Schatje, wat ben je nou aan het kutten? We gaan het tegelijk zeggen, ja. 3, 2, nee, zeg jij maar 3, 2, 1. 5, 4. Ja, 4, 4.
3, 2, 1. Bestuurbare auto. Bro. Ja, je bent hyped, hè? Net als ik. Ik heb ze weer gevonden. En ik ga jullie meenemen. Ik laat jullie zien. Dit is eigenlijk een beetje de dag van het dingen terugvinden. Ik laat jullie zien waar de bestuurbare auto's lagen. Dat ga je nooit geloven. Hey, maar weet je wat we nog hadden afgesproken? Oh ja, ik ging eerst even de keuken opruimen. Jij zou afruimen. Ja, ik zou afruimen. Maar wie heeft gekookt? Kun jij ze pakken? Nee, we doen samen, man. Schat je niet doen? Dat gaan wij doen. Gewoon even dit zo. Ja, wat zit je nou te mieren dan? Dan zit ik nou te mieronnen. Mieronnen. Nou, dat gnocchi was echt geweldig. Ja, ja. Het lijkt me zo nice om dat te kunnen eigenlijk, opera zanger. Ja, 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 ja. Dit was best nice, hè? Zo mooi. Al jouw buren denken, en zo weer. Ja, ja. Oké. Goed. Ja, jij kan goed jodelen, hè? Jodelen. Kom je daar nou op? Jawel. Zal ik het proberen? Jij ziet er ook wel uit als iemand die jodelt. Een shirt in mijn broek doen. Oké, want dat doen jodelaars. Die hebben altijd toch een shirt in hun broek? Oh, geen idee. En dan gaan ze zo staan. En dan hebben ze van die klompen schoenen of zo, toch? En dan gaan ze zo... Jodelen, mevrouw, je kan niet jodelen houden. Dat is een beetje het probleem. Alsjeblieft, doe het, vrouw. Jodelen, jij zeker voor. Jolie, jolie, jo. Nee, en dan die dans, hè. Jolie, jolie, jolie. Wat is dit? Dat is voor mij. Oh my god. Ik neem jullie mee, dames en heren. We hebben hier een garage en we hebben een kelder onder. En dat is deze kelder. En hier hebben we eigenlijk nog nooit ruimte, of ruimte, we hebben nog nooit gebruik van gemaakt. Maar wat staat er wel? Kijk. Tada! Dit is de kelder. Dus laten we deze even meenemen. Ah! Wow! Ja! Oh, hard. Dit is echt hard. Zou ik eens proberen één keer? Doe jij jodelen? Dat is wel mooi, man. Serieus, jij kan zingen, bro. Nee, ik kan niet zingen. We doen die hele. Welke? Ja, die is nice, die is nice. Wat ik dus uit de garage heb gehaald, dames en heren. De grote bad boy. Deze is nog steeds zo gruwelijk. Niet normaal. Echt heel erg vet. Dus deze grote jongen hebben we. Daar horen twee batterijen bij. Eentje hier links, eentje hier rechts. En dan hebben we de kleine. En dit ding is niet normaal. En daar hoort gewoon één klein in. Maar we hebben twee accu's. Dus we hebben twee accu's voor deze. En we hebben vier accu's. Maar dat is dus twee keer rijden voor die grote. Dus dit is nice. Dus we gaan ze even klaarmaken. En dan laten we even checken of ze het nog doen. Schatje. Oh, wil je om Marvin te bedanken even jodelen? Jodelen, bedankt! Goed. Kan dat niet? Kan jij jodelen? Jodelen, jodelen, jolietti! Oh, jij doet jolietti. Ik doe jolie YouTube. Ja? Ja. YouTube. Jolie YouTube. Oké, okay, oh, hihi is ook leuk. Goed, we gaan even lekker een cappuccinootje drinken. We gaan ze ook even fixen. Ik ben heel erg benieuwd welke het nog doet. Ik heb de accu erin gedaan. Doe ik hem even hier. Oké, okay, het lampje brandt hier en deze, die doet het. Oh. Niet meer. Ja, oh, kijk, zie je? Nice. Maar welke afstandsbediening hoort erbij? Deze niet. Dan moet het deze zijn. En die ook niet. Hij doet het wel hier. Oh, wat de hel? Oh. Heel nice, bro. Doe het gewoon. Dit is echt heel nice. Wow, ik wou net zeggen, zullen we het kapje er even op zetten? Het is wel goed idee. Ik vergeet ook dat deze zo ongelooflijk snel is. Dat is niet normaal. Dat is echt bizar. Wow, wat lekker over het gras zo. Ik weet alleen niet of Myron er zo blij mee wordt als we dat hele gras... Nee, dat is waar. Hij ligt nu alweer op zijn kop, dus ik moet echt die kap erop doen.
Nice. Zo mooi. Ja, deze dingen zijn zo ongelooflijk vet. Jullie hebben ook wel echt veel plezier uitgehaald hoor. Ja, niet normaal. Vooral bij het skatepark. Zo. Oh joh, hij trilt. Deze. Zie jij, deze trilt. Ja. Maar wel ook groter hoor. Maar dit is niet die hele mega mega snelle die ik heb, hè? Ik weet niet waar die is eigenlijk. Nou, we gaan deze wel. We gaan even cappuccino drinken. Smaakt nice. Ook wel. Jij ook. Heerlijk. Oké, dames en heren, laten we de bestuurbare auto's even gaan testen op de nieuwe asfaltbaan. Daar gaan we. Van 0 naar 100. What? Holy moly. Dat was wel sick. Dat was gewoon een backflip. 1, 2. Holy shit. Dat is niet normaal. Ga ik hem langs ons rijden hoor. Wow bro, ai au. Ja, hij doet het nog. Het is zo moeilijk om te remmen met dat ding. Ja. Hoppa! Oké. Okay. Ja Bas, deze heb ik ooit voor jou gehad. Ja. Heb jij hem nooit meegenomen naar huis? Nee. Maar weet je waarom ik hem hier heb laten liggen? Zodat wij dan samen kunnen rijden. Dat is veel leuker. Oké, okay, ja, dat is wel gezellig. Ja, maar dan had ik hem ook gewoon weer mee terug kunnen nemen. Nou, deze is voor jou. Dan pak ik de grote erbij. Gaan we die ook even testen. Nice, let's go. Nice. Een spionage. Lijkt net alsof je zo'n piratenverrekijker in je hand hebt. Oh, bro! Kom maar een steentje op de lens. Oh, wat een geluk hebben wij volgens mij. Oh, hij is nog heel. Een steentje omhoog. Ja. Ik hoorde ook een tok. Wow, maar het was hier precies aan de zijkant. Echt? Oh, wat een geluk heb ik. Zo. Oké, zullen we met deze eens vol gas langs het huis? 1, 2. Zo, maar deze is makkelijker te besturen. Deze is echt veel makkelijker te besturen. Hoor dat geluid ook. Niet normaal. Echt een unit van een beest. Hij kan echt goede wheelies maken, denk ik. Oh, shit. Wow, dat is sick, hè, die rook, hoor. Wow. Wow, dat was een lange wheelie. Mooi joh, kijk al die rook hier. Gruwelijk. Dat ding is echt niet normaal. Ja, we kunnen denk ik best even ergens anders heen gaan, eerlijk gezegd, als we echt willen spelen. Als het goed is daar nog steeds in die hoek. Hoi. Als het goed is daar nog in die hoek nog steeds het grote terrein. Weet je nog waar we een keer geweest zijn? Ja, dus toen was het wel heel hobbelig. Maar misschien is het nu alweer een beetje gefixt. Misschien wel. We gaan even checken. We zitten in de auto van Bas. En dit vind ik zo mooi aan deze auto. Het is een Volvo. Hoeveel kilometer heeft hij? 439.000 al. Wow, je moet echt voor die 500.000 gaan. Ja, ik kan me nog herinneren dat wij vorige keer die 400k hebben gehaald. Ja, klopt ja. Wow. Je hebt alweer veel gereden. Echt veel. Maar hij doet het nog steeds. Ja, deze gaat gewoon niet kapot. Is niet kapot te krijgen. En check eens eventjes. Je kan hier tussendoor, kan je ondertussen wel het dashboard erachter zien, hoe het is gemaakt. Ja, er past geen kaartje meer tussen. Dit zijn echt allemaal van die parkeerkaartjes. Maar goed. Maar weet je waarom al die knopjes eruit zijn? Nou? Omdat mijn radio, die moet je aanslaan. En ja? Dan soms sla je dan zo hard of mis, dat je per ongeluk een knopje eruit slaat. Serieus? Ja. Zo random. Maar de radio doet het nu niet meer. Jawel, nu. Hier. Oh ja, ik hoor wat. Nu maar kan je het nummer aanzetten? Zeker. Zeker. Kijk, dit is het. Oei, ja, dat vond ik zo raar de eerste keer dat ik gewoon in de auto stapte bij Bas. Toen zei hij volstrekt de radio aan doen. Ik zei, ja, is prima. Hij in één keer bam, bam, bam. En toen ging in één keer die radio aan. Ik zat zo te kijken van, what? Ja, dat is zo random. Oké, okay, interessant. Hoor. The Bluetooth device is connected successfully. Zo, misschien is er een vrouw die dat tegen mij zegt. Nee, maar zo random. Als iemand voor de eerste keer bij mij in de auto zit en ik zeg, wil je een liedje op? Oh ja, lijkt me wel lekker. Die radio. Mensen denken allemaal dat ik agressieproblemen heb. Het is gewoon puur door de radio. Waar ik wel van baal is dat mijn airco het niet doet. Lekker bro. Zal ik die bas eens laten horen? Ja. Dan doen we een andere. Het gaat helemaal een stuk bro. Dat is echt niet. Is die bas nice? Nee, is echt. Doe hem zo hard? Een soort van. Oké, daar komt hij. Daar komt de bas van Bas zijn auto. Ja, de bas. Interessant.
Maar, je moet dat hij nog meer die bas pakt. Want het lijkt wel alsof je een beetje kapot is. Hoor je dat allemaal? Ja, bro, mijn haren gaan helemaal heen en weer van mijn been. Maar zal ik eens op YouTube zoeken? Zo'n soort bas-test song, weet je wel? Oh, dat is gek, ja. Maar hoe komt het eigenlijk dat je geen andere auto hebt? Ja, ik moet leren sparen. Hè. Want Bas die vriend gewoon lekker. Ja, maar weet je... Maar geeft ook lekker uit. Ik ben wel achtergekomen dat als je leeft met mensen die meer te besteden hebben, dat je voor je gevoel zelf ook denkt dat je meer te besteden hebt of zo. Althans, zo leef ik af en toe. Ja, dat is wel het ding, zeg maar. Ik had ooit een gesprek met Bas en toen zei ik tegen Bas van, joh, hoe is het nou? Ben je een beetje lekker aan het sparen? Kan je wat dingen kopen? En toen zei Bas van, ja, weet je wat het probleem is? Misschien ga ik te veel met jou om, want als ik dan zeg maar zie hoe jij dan altijd alles betaalt en voor iedereen en mensen trakteert en meeneemt en dan ga ik dat ook doen. Dus Bas die betaalt dan ook voor zijn vrienden en betaalt dan ook de reisjes en dingetjes en andere. Terwijl dat helemaal niet nodig is, zeg maar. Je kan gewoon delen met mensen. Maar ik zeg altijd vaak tegen de mensen om me heen van laat mij gewoon betalen. Het is helemaal oké, weet je wel. Ik vlog, ik film het, laat mij betalen. En het is oké, weet je wel. Het is niet nodig. En al helemaal bij mensen die wat minder te besteden hebben, dan wil ik al helemaal niet dat ze betalen. En dan doe ik dat altijd. Dat is echt geen probleem. Alleen ja, als Bas dat gaat overnemen terwijl hij minder inkomen heeft, dan ja, wordt dat wel lastig natuurlijk. Ja, en gewoon als ik iets nice zie wat jij hebt bijvoorbeeld. Dat impulsief. Denk, ja, dan denk ik van wow, dit is zo vet, ik wil het ook hebben. Ja, want jij ging bijvoorbeeld aan het einde van het seizoen ging je een wakeboard kopen. Ja, maar dat was wel een goede avond. En die sowieso hebben we laatst nog gebruikt. Oké, okay, ja, dat is waar, dat is waar. Bas die zei, dat was vorig jaar trouwens, dat was niet dit jaar. Eerst even kijken of het een goede weg is. Eerst even met de auto. En als het goedgekeurd is, dan gaat het zo. We glijden helemaal. Als je stopt, zijn we de lul, hè? Dan zit die auto vast. Heb je ooit gedrift met deze auto? Ik probeer het. Ik kan niet meer gang maken dan dit. Oei, joh. Dat autocontrole die moet uit, man. Autocontrole moet uit. Oei, joh, bro. Zit ik wel veilig hier? Ja hoor, bro. Wat? Ik moet nog naar huis. Ik moet hem weer terugzetten. Dit gaat niet. Oeh, die was nice. Die was clean. Oké, zo. Okay. Oh, joh, mijn pet zit helemaal naar achter. Maar als de auto het kan, dan kunnen onze bestuurbare autootjes het ook. Oh. Wow, man. Wow, bro. Jij dacht meteen ik met de lul. Ik wil al rennen. Oei, oei, oei. Ja, er is wel een beetje zand omhoog gekomen. Ja, wel een mooi plekje dit. Nou goed, we gaan hier eens eventjes kijken of we met die bestuurbare auto's kunnen rijden. Ik zie wel dat er heel veel plantjes zijn bijgekomen. Heel veel onkruid, omdat er dus al gewoon lange tijd niks meer mee gedaan wordt. Dit wordt wel gebruikt trouwens voor mensen die met die bestuurbare auto's komen rijden. Dit is echt een heel parcours wat gemaakt is. Wel echt super cool hoor. Soms zie ik echt een groepje mensen staan en die gaan gewoon met die auto's heel langzaam zo hier overheen en zo. Ja, echt een beetje zo'n technisch parcoursje. Kun je dan helemaal overheen rijden en zo. Dat is echt mooi gemaakt. Goed, we pakken de bestuurbare auto's en we zetten onze spullen daar even bij dat grote gat neer. Gaan we eens even kijken of we lekker kunnen stunten. Dit is ook zo random. Hè? Als ik mijn kofferbak open doe. Maar weet je wat, ik wilde wel voorbij vertellen dat ik met deze auto, omdat die zo oud is, wat minder zuiniger omga dan bijvoorbeeld met jouw auto. Ja. Want anders denkt iedereen, ik ga mijn auto nooit meer aan hem uitlenen. Joh. Ja. Ja, dat is wel goed dat je dat even zegt. Deze heb ik altijd mee omdat ik wel eens mijn tank leeg rijd, maar deze ook opnieuw. Ongelooflijk. Mee omdat ik wel eens mijn auto laat aanstaan per ongeluk. Oké. Okay. Startkabels. Ja, weet je wat we gaan doen, Bas? Dit is misschien wel een mooi moment. Misschien een moment dat je niet zo snel zal vergeten. Kom, ik neem je eventjes mee. We kennen elkaar al lang. Ja. Yeah. Ik heb inderdaad gemerkt dat je niet zo goed kan sparen. Maar wat nou als ik jou een beetje help? Wat nou als de kijkers jou kunnen helpen? Wat? Dus. Wat wil je doen? Ja, wat ik wil doen is het volgende. En dit is iets wat in één keer in me opkomt. Wat nou als we afspreken met de kijkers? Als deze video, deze vlog, 30.000 likes haalt, koop ik voor jou een nieuwe auto. Nee, dat is insane. Dat is te gek, bro. Is dat een goeie? Nee, dat is veel te gek, bro. Maar het ligt aan de kijkers, hè? Dat is echt... En je weet niet wat voor auto, hè, bro? Weet je hoe? En je weet niet wat voor auto, hè? Nee, dat is wel waar, inderdaad. Maar dat is sowieso een auto op zich, bro. Is al veel te gek, bro. Nee, maar we kennen elkaar al lang. Je helpt me altijd. Ja, we zijn goede vrienden van elkaar. Dus dan geef je maar een auto. Dus bij de 30.000 likes, dames en heren. Als dat lukt, 30.000 likes,
Doe even een oproep om mensen te laten liken, zodat jij een nieuwe auto kan krijgen. Oh, jongens, jullie zien het. Mijn auto is aardig versleten. Ik ben wel aan iets nieuws toe. Maar, ik zou zeggen, like gewoon en help mij. 30.000. Elk like is 1 euro. Oef. Ik word veel gehit. Elke like is 1 euro. Wat is je droomauto? Mijn droomauto, betaalbaar of mijn droomauto? Ja. Mijn droomauto weet je sowieso wel. Ja, Lamborghini Urus. Ja, hoor. Maar wat is inderdaad wat betaalbaar? Betaalbare Range Rover Evo. Range Rover Evo? Ja. Alleen die is ook al 30, 40.000 ja, of zo. 25? Ja, 2016. Oké, okay. Je hebt het al helemaal opgezocht. Ja, bro. Ik probeer altijd, dat is ook echt een hele goede tip. Als je iets wil bereiken, ga er naartoe leven. Het werkt zo voor manifesteren. Dat is echt lijp, hoor. Ja, jij denkt dat ik onzin praat, maar bro. Nee. Ik zit gewoon met een grijns op mijn gezicht. Omdat Bas die kan altijd alles zo goed uitleggen. Maar zelf doen is nogal een dingetje. Maar ja, voor jou is dat anders gegaan. Maar als je echt... Heb je niet iets in het leven wat je echt graag wilde bereiken? Ja, 1 miljoen abonnees bijvoorbeeld. Ja, zeker weten. Nee, is wel zo. Dat manifesteren wat jij zegt, dat klopt ook wel. Als je ergens voor wil gaan, dan moet je alles geven. Ja. En dat is ook de reden waarom de eerste paar jaren van YouTube van mij waren echt chaos. Ik wist helemaal niet wat ik deed, maar ik was altijd maar bezig. En op het begin verdiende ik heel weinig. Het is in één keer heel hard gegaan. Alleen dat was wel altijd alleen maar bezig blijven. En heel veel dingen opofferen en niet meer kunnen. Omdat het gewoon niet kon in combinatie met mijn werk. Dat is echt sick. Ik kom soms wel filmpjes van jou op TikTok tegen, waar je met zo'n motivatie dingetje, liedje eronder, weet je wel, aan die tekst. Nee, dat je ook versteld van, als je echt iets wil bereiken, ga niet dan naar het feestje met vrienden uitgaan. Zeg gewoon, jongens, ik kan even niet, want ik ben echt nog even aan het werk of zo. Of je wil iets bereiken, of sport of iets. Nou, dat is echt sick. En waar ga je vanavond heen? Feestje. Maar kijk, je mag af en toe wel feesten. Dat is een grapje. Maar je moet, als jij nog dingen te doen hebt, belangrijke dingen te doen, dan moet je daar gewoon prioriteit op stellen. Zo bedoel ik het meer. Ja, maar zou je het leuk vinden? Ik snap wat je bedoelt, hoor. Ik vind het mooi wat je zegt. Thanks. En ook lief wat je zegt. Is het een leuk idee dat we, ja, als er dan 30.000 likes komen op deze vlog, dan gaan we op nieuw autoavontuur voor jou. Ik vind het sick. En dan gaan we gewoon wat testritjes maken. En dan kunnen jullie ook een beetje checken van, oké, hoe en wat... Qua auto, wat voor budget misschien. Weet je wel, geen gekke auto's gooien, dames en heren. In de zin van Range Rover, Batmobile, dat soort dingen. Maar gewoon inderdaad gewoon een degelijke auto. Want jij maakt veel kilometers, je zit veel in de auto. En je gaat inderdaad niet zo om met auto's zoals je met deze omgaat. Omdat deze is gewoon zo goed als afgeschreven bijna. Ja, komt hij nogal door de APK, denk je? Hij is door de APK gegaan. Wanneer? Dat weet ik ook niet. Een paar maanden geleden. Oké, een paar maanden geleden. Dus je kan hem nog verkopen, APK. Ja, maar deze wil niemand kopen, hoor. Deze is echt niks meer waard. Oké. Ja, weet je. Daarom zeg ik ook, jouw telefoon is duurder dan deze auto. Ja, heb je daar wel eens over nagedacht? Hij gaat alles laten zien. Hij gaat alles laten zien. Dit stukje. Oh! Gaat hij goed? Nee, alles gaat hij niet. Dit stukje. Oh, dat heb je ook gewoon in je auto liggen. Ja, want ik dacht, dan kan ik dat nog lijmen, maar het past niet eens. Wat is dit? Dit hoort hier helemaal niet. Dit hoort helemaal niet bij de auto. Dit heb ik op de grond zien liggen. Dacht ik, oh, dat is vast van mijn auto. Het past er helemaal niet bij. Oh, ja, oké. Okay. Serieus? Oh ja, maar er mist nog wat. Ah, die heb ik niet meer. Dan hoef ik deze eigenlijk ook niet meer te doen. Nee, tuurlijk niet. Oh ja, maar hij legt hem wel weer terug. Oh, je hebt hem wel! Oh, je hebt hem wel! Ongelooflijk. Oi. Kijk hier, oh. Hier zit een deuk. Dat heb ik zelf niet gedaan. Oh ja, er zit wel een flinke deuk inderdaad in de auto hier zo. Oh ja, dit zit ook los. Ja. Maar doet het wel, dus je kniplicht. Ja, die doet het gewoon. Oké. Ja, er zit ook wel een schrammetje. Dit zit ook los hier zo. Oh ja, het zit nu los. Nu zit het vast. Nu los, nu vast. Ik zit ook vast. Dit heb je per ongeluk kapot gereden. Ja, maar dit komt gewoon puur omdat ik denk... Omdat je wordt minder voorzichtig als er al schade op zit. Ja, is dat zo? Heb jij dat niet met je telefoon? Nee, dat heb ik niet. Nee. Als jouw telefoon... Nee, je hebt nog nooit een telefoon gehad die helemaal kapot was qua glas. Nee. Ik heb het gevoel dat ik er minder voorzichtig mee moet zijn. Omdat die toch al schade heeft. Maar ja, dat moet je eigenlijk niet denken. Nee, eigenlijk niet, nee.
Dit bedoel ik, want hij weet het, ja, hij weet het heel mooi te vertellen. Dat moet je eigenlijk niet doen, maar hij doet het zelf wel. Nee, maar weet in ieder geval dat jouw auto zo nooit eruit gaat zien als een. Dat wil ik wel even. Oké, dat is fijn. Oké, nou goed. Ik heb veel in je auto gereden, 2000 kilometer. Ja, maar verdomme. Hij is nog wel mooi. Man. Klopt, dat is helemaal waar. Ja, goed, in ieder geval, deze auto, ik zei net wel tegen Bas, probeerde 500.000 te halen. En dat zou heel erg leuk zijn. Maar aan de andere kant, het is ook wel belangrijk dat je in een goede, veilige auto rijdt. Dat is wel waar. Nee? Toch? En je had laatst aan mij verteld hoeveel je had gespaard. Dat vind ik echt netjes. Ja. Dus je hebt wel iets gespaard nu, dus dat vind ik wel nice. En uiteindelijk wil je natuurlijk ook op jezelf gaan wonen. Ja, je wil je eigen, plekje hebben. Fuck, goede tip ook voor mensen die ook op zichzelf gaan wonen. Dit is wat mijn zus tegen mij zei. Okay. Zeg, ga even wat geld apart leggen voor als je op jezelf woont. Want je moet niet alleen de huur betalen, maar je moet ook meubels kopen. En als jij de eerste maanden geen geld hebt, dan zit je op kratjes bier. Dat zei zij dus. Ja, toen zei ik bij ja, kan. Van, oh ja, als ik nou wat geld bij elkaar spaar, zodat ik in ieder geval een bank kan kopen, een koelkast kan kopen, tafels kan kopen, een televisie kan halen. Ja, goeie. Dan zit je al best wel goed hoor. En ja. Je bed natuurlijk is ook wel fijn. Ja, dus je bent nu aan het sparen daarvoor. Ja. Ja, dat is nice. Dat is een goeie. Wil jij dit jaar uit huis dan of zo? Of volgend jaar? Of? Ja, dat hangt er van mijn zus af. Want ik wacht totdat zij haar appartement uitgaat, zodat ik daar weer in kan. Ah, oké. Maar zij wil ook daar weer weg. Dus dat komt goed uit. Oké, okay. Ja goed, dan gaan we het meemaken. Anyways, dames en heren, ik probeer gewoon een leuke manier te verzinnen om Bas te helpen. En om natuurlijk jullie uiteindelijk te entertainen met ons autoavontuur. Dat is wel sick. Dus ja, ik zag wel trouwens, dat moet ik wel even erbij zeggen, shout-out naar Don. Ik zag dat Don iets met zijn RS6 had, dat hij hem ging verkopen omdat die bodykit te wijd was. Volgens mij was dat het verhaal uiteindelijk. En iets met geluid of zo. In ieder geval, hij doet zijn auto weg. En hij had tegen zijn kijkers gezegd van, ik ga een nieuwe auto halen. Ik ga heel veel testritten doen en jullie mogen bepalen welke auto. Laat het in de reacties achter. Dus dit is, lijkt wel heel erg gejat, zeg maar, van Don. Maar hier moest ik in één keer spontaan aan denken. En toen dacht ik van, ja man, ik wil gewoon echt dat jij een nieuwe auto hebt, bro. Ja man, dit moeten we gewoon gaan fixen voor jou. Echt insane. Als wij die 30.000 likes hebben, ja, dat zou echt leuk zijn. Dat zou echt sick zijn. En laten we meteen even een auto achter waarvan jullie denken die past bij Bas. Dat moet ook bij je passen. Ja man. Het moet niet alleen een auto dat je denkt, oh coole, moet ik dikke velgen. Een tip bijgeven. Een tip. Een fucking trekhaak. Een fucking trekhaak. Ja, weet je waarom, bro? Ja, voor de boot. Ja. En de waterscooter. Juist. En de aanhanger. My god. Snap je? Ik snap hem helemaal. Ja, dus hij moet wel een beetje trekkracht hebben ofzo. En wat vind je van die dan? Ja, mooie auto, maar het is geen Lamborghini. Nee. Elke euro een like, ik denk dat je dan 340.000 likes nodig hebt. Ik denk dat we oprecht, dat dit dan de meest gelikte video ooit. Ik heb ooit een keertje 100.000 likes op een vlog gehad. En toen had ik gezegd, als dat behaald wordt, doe ik mijn auto paars. En dat is ook gebeurd. Ja. Alleen die 100.000 likes was wel pas na een jaar gehaald of zo. Dat is wel bizar om te zien. Toen kreeg je in één keer allemaal berichtjes en zo de 100.000 likes gehaald. Maar goed, in ieder geval, laten we lekker met de bestuurbare auto's gaan rijden. En laat me weten in de reacties, dames en heren, wat jullie er allemaal van vinden en hoe we het moeten aanpakken. En dan kan dat wel iets heel erg leuks worden in ieder geval. Oké, goed, we gaan even lekker scheuren, man. Ja. Let's go! Hij staat nog. Dat zou jou iets minder last van hebben. Boy, yo, nice bro. Het gaat wel gek weer hoor. Hoppa. Boy, yo. Holy shit. Hey, doe die plant even hoor. Boy, yo, hey, die plant heeft mij goed gezeten. Wow, dat... Oh. Oh, wat hoor ik? Zo. Oh. Zo grappig om deze auto te volgen zo. Ja. Oké dan. Dat is echt zo. Oei. Wow, dat ziet er wel sick uit hoor. Ja, die plantjes die redden jou wel hier en daar. Zo, het lijkt wel alsof ik een cameraman ben voor Dakar. Oké, nu heb je een probleem. Oh, dames en heren, daar liggen Tim en Tom Cornel. Nee. Oeh, zo gaat die batterij heel snel leeg. Ja, wat was die knop ook weer? Ja, er was een knop inderdaad op de afstandsbediening, waardoor die inderdaad ging schommelen. Weet je dat nog? Ja, even kijken. Was het niet een van deze? Het staat hier, menu set. Is dat niet deze ingedrukt houden? Nee, het was iets... Was niet die twee ingedrukt houden, allebei. Nee. Het was wel iets, ja. Oh. Ja. Ja, dat is hem. Waren die twee knopjes? Ja. Nou, red het niet, man. Nou, laat maar zien. Hij is een gat aan het graven. Hij pakt zijn hoedje, zo mooi. Raakt hij ons nog kwijt. Zo, er zitten hier wel muggen, dames en heren. Ik word helemaal lek geprikt hier. Oh, kijk hier. Zie je, daar zit hij. Ah, ik heb hem.
Wow, bro. Let's go. Bro. Mijn cameratas. Oh my god, je zet hem risky neer hier? Niet normaal. Dit is zo vaag. Dit is zo grappig. Dit is zo dom. Ik begreep er helemaal niks van. Ik heb die kap erop gedaan. Ik geef gas. Let op, hè. Dit is de voorkant. Let op. Terwijl ik gewoon gas geef naar voren. Maar wat gebeurt er nou? Ik heb die kap er verkeerd om gedaan. Ik heb hem serieus er verkeerd om opgedaan. Zo dom. Want dit is de achterkant. Dit is de wheelie bar. Dus deze hoort helemaal niet hier. En dan ga ik ook door die plant rijden daar, man. Ja? Ik denk dat ik hier erin ga en dan via daar de jump omhoog maak. Dus ik ga nu gewoon eerst heel zachtjes. Hier, dat redt hij makkelijk. Gewoon een nieuwe grasmaaier. Bijna. Ja, dit is lijp, bro. Ik kom net zo'n helikopter die mee aan het vliegen. Wat de hel, bereiken! Door de planten! Oh! Alleen je hebt nog steeds echt wel heel erg veel grote kuilen en stenen en zo. Ja. Dus echt vol gas of zo, dat is wel zonde, want ik wil ze niet kapot rijden. Ja, het blijft wel gewoon vet om even lekker te spelen en zo. Ik ben serieus gestoken op mijn pink. En dat is zo'n naar plekje als je gestoken wordt daar. Ah, oh, dat jeukt echt als een gek, joh. Kijk, hè? Heb je zo'n beeldje al? Nee, dat komt nog, denk ik. Hier zo. Zo naar als je daar gestoken wordt. Oh, heel flauw steentje daar. Heel flauw steentje daar, zeg ik. Heel flauw steentje. Heel flauw steentje. Oi, oi, oi. Ik ben nog zo aan het genieten van deze inzoomcamera's. Niet normaal. Maar ik heb ook goede reacties daarvan gelezen van jullie. Dus thanks daarvoor. Probeer altijd iets te verzinnen om een andere camera erbij te nemen. Of een microfoontje of iets. Gewoon om het wat beter te maken. En met deze camera kan ik echt vette shots maken. Het is echt leuk om hier weer even te klooien met die bestuurbare auto's. Zo nice. Daar gaat hij weer. 1, 2. Hoppa. Dat was lachen, dames en heren. We hebben gereden totdat het donker is, zoals jullie kunnen zien. Ik zie nog een klein beetje stof er vanaf komen. Maar dit was wel echt super nice. Uiteindelijk, helaas heeft Bas één crash gehad waardoor die kapot is. Maar die van mij die doet het nog helemaal. Dus die is nog heel, dus gewoon accu's opladen en kan ik weer gaan. Bas moet hem even naar de maker brengen. Maar goed, het was super leuk. We hebben echt mooi lopen ouwehoeren met die autootjes. Dat was weer lang geleden. Best gaan, bro. Ciao. Later. Zo, dames en heren, dat was echt een leuke dag. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Deze keer speciaal dus voor Bas. Ik ben heel erg benieuwd. Ik check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.